Goedemorgen, beste belegger, beste deelnemer van dit webinar. Het is vandaag 24 juni. Het is op de vrijdag, het is een paar minuutjes voor 12. Ik ben ondertussen, als ik dit aan het vertellen ben, ben ik even twee dingen tegelijkertijd aan het doen. Dat is altijd makkelijk voor mij. In ieder geval proberen om bewegend beeld in beeld te krijgen. En ik ga meteen even naar de chatfunctie toe en dan ga ik aan een van de deelnemers vragen of ik op dit moment goed te verstaan ben en dat je ook beeld en geluid hebt. En ik zie dat Stefan er is. Hey, die heb ik vandaag nog aan de lijn gehad, Stefan. Leuk dat je erbij bent. Goedemiddag, Minko, zeg je. En alles werkt. Nou, dat is fijn om te horen. Dat betekent dat ik in ieder geval te horen ben en dat er ook goed geluid is en goed beeld is. Nou, het is een heel goed beeld zelfs, hè? Want we kijken vandaag, of we kijken nu naar de AEX-index, de intraday-grafiek. 1,89% omhoog, beste mensen. Ja, het is eigenlijk niet meer normaal. We gaan 2% omhoog, 2% omlaag, alsof het helemaal niets is. En Jeroen zegt, oh, soons. sounds, ja. Bedoel je dat, Jeroen? Ja, Jeroen, leuk dat je er bent. Sounds, ja, als het goed is, ben ik te verstaan. Tenminste, dat zou moeten zijn. Misschien dat iemand dat even in de chat zou willen bevestigen. Want als dat niet het geval is, Jeroen, dan ligt het bij jou aan je iPad, telefoon of waar je ook bent. En Galaxy, hey, dat zegt me ook even iets. Je zegt in ieder geval goed geluid. Dus dat betekent dat ik goed verstaan ben. Jeroen, je moet even misschien aan je laptop of iPadje of je telefoon even wat draaien. Dan moet het helemaal goed komen. Ah, je zegt het al, klopt. De laptop stond verkeerd. Hey. Het lijkt wel alsof we aan het teamviewer zijn of aan het anydesken. Maar zelfs vanuit Tilburg kunnen we dus zien dat de laptop van Jeroen helemaal goed stond. En Maya is er ook bij. Heel leuk dat je er ook bent, Maya. Goedemiddag iedereen. Heb nog geen geluid? Hé, zal het aan mij liggen? Nou, volgens mij valt er een of andere laptop geluidvirus valt binnen zo net voor het weekend. Maya, we hadden het net over het geluid bij Jeroen. Dat was niet goed. Die had de knop verkeerd staan. Maar misschien, ja, Jeroen zegt al, haha. Maar misschien, Maya, ligt het ook bij jou. Want bij andere mensen is wel goed geluid. Nou, ik hoor direct wel in de chat of je zover bent dat je ook goed geluid hebt gekregen. Ik ga vandaag het hebben over het meest interessante beleggingsinstrument van de financiële wereld. Nou, ik hoop dat ik je meteen je attentie heb, want we gaan het vandaag hebben over opties. En nou, ik ben ook blij, want Maya zegt, ja, heb geluid, prima te horen. Hartstikke fijn, Maya, hè, dat we in ieder geval naast de beeld ook geluid hebben. Dus wat ik zeg, we gaan het vandaag hebben over het allerleukste beleggingsinstrument van de financiële wereld. We gaan het over opties hebben. We gaan het hebben over de basiswerking van opties. We starten natuurlijk met het uitleggen wat een call-optie is en wat een put-optie is. En hoe dat nou precies werkt. Welke rendementen je ermee kan maken. Hoe je ze defensief in kan zetten. Hoe je ze offensief in kan zetten. Nou, ik wil daar zo meteen over gaan beginnen. Ik wil er heel graag een interactief webinar van maken. Dus als je vragen hebt, stel dan eventjes die vragen in de chat. En Tom is er ook bij. Die zegt goedemiddag, Menko en Allen. Nou, leuk dat je er ook bij bent, Tom. Dus ook als jij een vraag hebt, Tom en Maya en Jeroen en alle anderen die nog niet gereageerd hebben, zet die even in de chat. Dan ga ik twee dingen doen. Ik start met het vertellen, de uitleg geven over de call-opties. Op het moment dat je een vraag hebt over die call-opties, zet die dan in de chat. En dan ga ik halverwege de presentatie die vragen beantwoorden. Voordat ik het hoofdstuk put-opties ga behandelen. Dus ik wou eigenlijk een tweetraps raket gaan verzorgen. Eerst de calls, dan de vragen die over de calls gaan en dan de put-opties. Nou, dat ga ik zo meteen, maar ik wil heel eventjes natuurlijk jullie proficiat wensen met het feit dat de beurs omhoog gaat. Heel veel mensen hebben daarop zitten wachten dat er 2% bij is, hè, want ik ben ondertussen aan het praten. Oh, en het gaat steeds harder omhoog. Op het moment dat ik aan het praten ben, dan gaat die beurs steeds verder omhoog. Hè. We gaan naar 2,04%. En Erik zegt nog even een vraag. Opties worden vaak gebruikt ter bescherming van de aandelen. Waarom dan opties op de AEX-index? Ja, Erik, bij die vraag kom ik bij je op terug. Maar nu ga ik eerst heel eventjes uitzoomen. Want de intraday-grafiek is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat moet je eigenlijk in wezen in een perspectief plaatsen. Hier staat de Griekse EI en de TD, oftewel year-to-date. Dat betekent eigenlijk vanaf het begin van het jaar. Zou je denken, hè, dat is 1 januari, maar dat was een feestdag. Even kijken, doe ik het goed? Nee, waarom doet hij dat niet?
Hey, we kijken. Ja, even. Ik wil helemaal terug naar de allereerste dag. Nou, dat doet hij niet. Waarom pakt hij niet? Ah, deze hij wel. Maandag 3 januari. Je zou zeggen, hè, we starten op 1 januari, maar dat was natuurlijk een feestdag. Maandag 3 januari, ja, ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Noteerde de AX, stond hij op 803. Inmiddels zijn we dus ook niet meer met een 7 aan het werken, maar inmiddels zijn we in de 6 terechtgekomen. En dat betekent dat de AX een hele mooie daling heeft laten zien. Ja, ik maak geen vrienden op het moment dat ik dat aan het vertellen ben, maar toch is dat het geval. En op het moment dat je deze grafiek nog wat verder uitzoomt, dus niet over de afgelopen 6 maanden, maar over een jaar grafiek, nou wordt het ook niet echt vrolijk, want een jaar geleden stonden we op 734 punten. Nou, dat is ook dik hoger. Sorry, hè, toen stonden we flink hoger dan nu. En wat we hier gezien hebben is een kop-schouderformatie. En dat is een heel vervelend patroon. Want voor de technische analisten onder ons, dat betekent dat op het moment dat zo'n patroon zich voordoet in de grafiek, dat er een bearish vervolg aan zit te komen. Dat de kans in ieder geval daarop het meest groot is. Hoe ziet zo'n kop-schouderformatie eruit? Nou, hier aan de linkerkant, als je met een muis meeloopt, is de linkerschouder. Dit is de kop of het hoofd. Hè. Hier in november was 829, werd geraakt. Nou, ik rond het even af op 830. Hè. Dat zul je ongetwijfeld niet zo vervelend vinden. En hier aan de rechterkant is de rechterschouder. En dan heb je dus links linkerschouder, in het midden de kop. En aan de rechterkant de rechterschouder. En vanaf dat moment zie je eigenlijk een heel mooi patroon van lagere toppen. Ga maar eens met mijn muis mee. En lagere bodems. Hier werd weer een lagere top geformeerd. Hier een lagere bodem. Deze top was weer lager dan deze toppen. Nou, het vervolg was toen eigenlijk dat hier, ik zet even die chat even weg. Hier in maart werd een soort spikebodem geformeerd. Op 656 punten. En toen dachten heel veel mensen: hé, hey, dat zou wel eens een keer de voorbode kunnen zijn van het omkeerpatroon. Hè? Dat dit patroon van lage toppen, lage bodems niet meer geldig zou zijn. Nou, niets mee bleek minder waar. Hier was dat nog eigenlijk wel dat we dachten: hé, hey, dat gaat de goede kant op. Maar zeker toen hier in mei werd een hogere bodem voor de eerste keer gevormd dan die lagere bodem in maart. Dit was de 666, zeg ik dat goed? Ja, was inderdaad, hè? Dat zeg ik goed. Dus die 666, die stond natuurlijk, hè, een stuk hoger dan die 656 punten. Toen dachten we, hey, dan zou eigenlijk wel eens een keer hier de voorbode kunnen zijn van de stijging die ging plaatsvinden. Tot, nou, een week voor de optie-expiratiedatum. Ik zie dat een aantal mensen hier mij volgen met mijn systemen. Die hebben dat ook meegekregen, dat daar een hele grote beursknal werd geformeerd. En hier werd dus een lagere bodem geformeerd. En dan hebben we dus eigenlijk weer een continuering van het patroon. We gaan dus gewoon weer neerwaarts. En dan kun je zeggen, hey, we gaan hier 2% omhoog vandaag. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ik zie nog steeds een neergaand patroon. En ja, ik hoop dat ik geen gelijk krijg en dat zich gaat vervolgen. Maar ja, ik ben niet al te positief ingestemd. Nou, we gaan het vandaag hebben over iets wat veel leuker is. Want ook in neergaande beurzen is het mogelijk om geld te verdienen. Even kijken, ik ga mijn PowerPoint er eens even bij halen. En ik had al gezegd, ik probeer er vandaag een interactief gebeuren van te maken. Even die participants wegzetten. En ja, starten met de eerste dia. En ik zou je willen vragen of je in de chat zou willen aangeven hoe het met jouw beleggingsportefeuille gaat. Maak je rendement, maak je ja, positief rendement is het natuurlijk, hè? Maak je draai je winsten, maak je verliezen. Heb je op dit moment opties in je beleggingsportefeuille? Ik ben eigenlijk wel benieuwd eventjes wat voor vlees ik in de kuip heb. En Erik, ondertussen ga ik jouw vraag beantwoorden. Waarom neem ik opties op de AEX-index? En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. De AEX-index is een gebogen gemiddelde van 25 aandelen. Beweegt dus per saldo, dus per definitie, minder dan één individueel aandeel. Dat is één reden waarom ik alleen maar handel op de AEX-index. En de tweede reden is dat het niet tussentijds geassigned kan worden. En dat kan bij individuele aandelen als je daarop schrijft wel. Nou, dat wil ik niet. Ik wil alleen maar op de derde vrijdag van de maand. Wil ik, hè, dus dat is de optie-expiratiedatum. Daar ga ik zo meteen nog even op terugkomen. Dan wil ik kijken of ik geld verdiend heb of verloren heb. Winst gemaakt heb, verlies gemaakt heb. Dat is dus de reden waarom ik op de AEX handel. Even kijken, ik zie dat Maria, hè, die heeft niet alleen geluid, maar ook de chat bij handen. Ja, nog steeds rendement, opties via korte termijn. Dat is inderdaad fijn, Maria, dat je me volgt met optiebeleggen KT. En Edo zegt nee. Nee is de antwoord op de vraag, gaat het goed in je beleggingsportefeuille? Maak je rendement? Nee. En ja, heb je op, antwoord op de vraag, heb je op dit moment opties in de portefeuille?
Ja, dat heb je, Edo. En dat is ook hartstikke fijn om te horen. Even kijken, zie je nog op de panelist. Oh, ik heb mezelf ook nog op host en panelist staan. Aantal mensen die nog ja zeggen. Even kijken. Goed. Nog Corné zit erbij. Ik zie dat Stefan erbij zit. Rendement met de aandelen is erg laag. Niet heel rendement. Nou, Stefan, we gaan eens kijken of we je enthousiast kunnen maken met het beleggingsinstrument opties. Ik zie dat. Oh, hier komen nog even wat meer antwoorden aan. Die ga ik nog even met je doornemen. En Marja zegt: ik vergeet de challenge. Die heeft ook rendement. Nou, sterker nog, Marja, we hebben de eerste periode 16% rendement gemaakt. De tweede periode 1,8%. Dus we zitten op zo'n beetje 18% rendement in 4 maanden. En ik ga volgende week vrijdag dus inderdaad mijn nieuwe posities innemen voor de challenge. En ik ben ook benieuwd of we ook weer een heel mooi rendement kunnen gaan maken. En Martin zegt: geen opties. Heb je bij Maxim speciale toestemming voor nodig? Nou, dat klopt, Martin. Maar dat is helemaal geen probleem. Je kunt je daar kun je telefonisch aanvragen of je dat gaat krijgen. Als je opties wil handelen, heb je een optieaccount nodig. En ook als je opties gaat verkopen, dan heb je een margin-account nodig. Voor de mensen die mij volgen, zeg ik altijd: noem gewoon mijn naam en bel Maxim op. En dan weten ze daar op de telefonische helpdesk dat ze een juiste vinkje moeten zetten. En Erik zegt: op aandelen sinds het begin van de trading navigator ongeveer min 15%. Ook de eerste keer opties. En Wim is er ook bij. Heel leuk, Wim, dat je er ook bij bent. Ook klant van ons. Ja, via opties. En Jeroen, verlies, alsmaar verlies. Dat is inderdaad niet altijd het beste, Jeroen. Maar gelukkig pakken onze opties goed uit. En Patrick zegt: nog plannen aan het opzetten. Oh, nog plannen aan het opzetten. Ja, ik moet het niet in het Engels zeggen. Nog plannen aan het opzetten met wat ik liefst ga beleggen om mijn doelen te bereiken. Ook heel erg belangrijk, hè? Kom erachter hoe jij als belegger in elkaar zit. Want dat is eigenlijk het meest interessant en meest belangrijk om als belegger te fungeren. Even kijken. Nou, ik ga de chat eventjes uitzetten, want anders blijft hij in mijn beeld hangen met een Zoom. Dat is altijd een drama. Dus wat ik al gezegd heb, ik ga het eerst hebben over de call opties. Als je een vraag hebt, zet die in de chat to everyone. En dan ga ik halverwege de presentatie stop ik eventjes met praten over de call opties voordat ik naar de put opties ga. En dan ga ik die vragen beantwoorden. Goed. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. En dat jullie mee de vragen beantwoord hebben. We gaan het dus vandaag hebben over het allerleukste beleggingsinstrument, het beleggingsinstrument opties. En ik ga het vandaag hebben over de basisbeginselen. Dus geen ingewikkelde strategieën komen nu aan bod. We gaan het echt over de allerbelangrijkste basis hebben. Kleine introductie van mijzelf. Mijn naam is Menko Zweep. Ik ben niet alleen geboren en getogen in Tilburg, maar heb daar ook gestudeerd. Heette toen nog de Katholieke Universiteit Brabant, maar dat hebben ze destijds omgetoverd naar de Tilburg University. En vervolgens ben ik bij Secretaris Beleggingen gaan werken als vermogensbeheerder. In 2010 ben ik voor mijzelf begonnen, want ik ben zo enthousiast geraakt over het beleggingsinstrument opties. En ik probeer dat enthousiasme over te brengen naar jou, zodat je dat ook in je beleggingsportefeuille gaat incorporeren. Maar in 2010 ben ik voor mezelf begonnen met de website www.optiesbeleggen.nl. En die website doet niets meer en minder dan alleen maar beleggen met opties. En er werd net al gezegd, geloof ik door Erik, waarom beleg je alleen maar op de AEX-index? Nou, ik schrijf alleen maar call en put opties op de AEX-index. Ik zal er straks nog even iets over laten zien. Ik ben ongeveer in 2015 of in 2016 met de Harm van Wijk tegengekomen. Die website heette destijds deslimstebelegger.nl. Maar inmiddels ook is die website heeft een naamsverandering ondergaan. En heet dus mijnpublieke.com. Harm heeft gevraagd of ik alle transacties die ik verricht ook op zijn website wil plaatsen. Dus vanaf 2017 is er ook een track record te zien op mijnpublieke.com. Wat doe ik dan eigenlijk? Werd net al een beetje gezegd. Ik verkoop call en put opties. Op het moment dat je in mijn wereldje terecht bent gekomen, dan is het verkopen hetzelfde als het schrijven. Dus hè, dat is een synoniem. Ik schrijf dus call en put opties en ik doe dat op de AEX-index. Op het moment dat je een call en put optie hebt verkocht, dus hebt geschreven, dan is dat een short strangle. Dus wat is mijn expertisegebied? Wat doe ik nu eigenlijk? Ik neem short strangles in en ik heb ervoor gekozen om dat op de AEX-index te gaan doen. Even kijken. We gaan het dus vandaag hebben over de inzetbaarheid van opties. Want mijn stelling is: opties horen een plek te hebben in iedere beleggingsportefeuille, dus ook in de beleggingsportefeuille van jou. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is, er zijn een aantal redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is de hefboomwerking die bij het beleggingsinstrument opties aanwezig is. Je kunt nu eenmaal veel sneller geld verdienen met opties
dan met elk ander beleggingsinstrument. Hè. Je kunt rendementen maken die je met aandelen in een bepaalde periode bij lange na niet kunt halen op het moment dat je ook met opties aan de gang bent. Nou, denken heel veel mensen dat, nou, dat is een heel agressief gebeuren, dat optie gebeuren, dat is een heel offensief gebeuren. Nou, dat is helemaal, ik wou zeggen, dat is helemaal niet waar. Maar dat is niet helemaal waar wat ik dan zeg. Je kunt opties heel offensief gaan gebruiken, maar je kunt ze juist ook heel defensief gebruiken. Nou, stel nu eens voor dat je een aandelenportefeuille hebt en die wil je op een bepaalde manier gaan verzekeren. Ik ga het daar straks over hebben. Dat kan dus met het beleggingsinstrument opties. Die kun je juist ook defensief inzetten en zal je daar straks een voorbeeld van laten zien. Een van mijn favoriete stellingen is, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen op de beurs. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk maar om één reden actief op de beurs, om geld te verdienen. En met opties is het zo, dat is iets anders dan met aandelen. Stel voor, je wil een bepaald aandeel kopen en dat koop je op 10 euro. Dan kun je alleen maar winst maken op het moment dat het ding omhoog gaat. Nou, bij opties kun je zelfs ongelijk hebben qua richting. Kan ook omlaag gaan, kan ook zijwaarts bewegen. En dan kun je toch geld verdienen. Dat vind ik het allerleukste van het beleggingsinstrument opties. Je kunt dus geld verdienen in elke markt. Nou, ik heb het zojuist al verteld. Heel veel mensen vinden opties ook een beetje eng. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want op het moment dat je een aandeel koopt, is heel makkelijk. Je drukt op de knop kopen. En dan heb je bijvoorbeeld 100 aandelen, Philips of Koninklijke Olie, ING, maakt me even niet uit, heb je in je portefeuille. Met opties is dat toch wel iets ingewikkelder. Het kopen van call of put opties, dat gaat natuurlijk nog wel. Maar op het moment dat je opties gaat verkopen, gaat schrijven, ja, dan moet je er eigenlijk toch wel even wat verstand van hebben. Het moet ook wel echt wel een klein beetje jouw ding zijn. En op het moment dat je daar iets te weinig kennis van zaken hebt, ja, hè, dan zeg ik altijd, Google is geduldig. Probeer op internet van allerlei informatie te halen. Kijk eens op YouTube, daar staan heel veel filmpjes over wat de werking van opties is. En je kunt ook via Calendly, kun je eens een keertje een half uurtje met mij praten. Op het moment dat je tenminste de Trading Navigator van Harm van Wijk hebt aangeschaft. Want er zitten coachuren bij. En dan kun je eens een keertje sparren over je portefeuille of over de optiestrategieën en dergelijke. Moet natuurlijk wel enigszins optie gerelateerd zijn. Nou, dat zijn een aantal mogelijkheden die je dan ter beschikking staat. Goed, nu gaan we het hebben over waar we het daadwerkelijk het thema van vandaag is. Een call en een put optie. Want ja, ik zeg altijd een heel flauw woordschapje. Met opties heb je nu eenmaal heel veel opties. En je hebt heel veel mogelijkheden. Maar in wezen heb je maar twee opties. Je hebt een call optie en een put optie. En ik heb er hier, ik ga even kijken of ik mijn markeerstiftje bij kan zetten. Ik heb hier, ja, hij doet het ook nog fijn. Een call optie en een put optie. En ik heb daar een tegenovergestelde pijl tussen gezet. Want een call optie werkt precies tegenovergesteld ten opzichte van de werking van een put-optie. Nou, wat is dan een call-optie? Een call-optie is het recht om een bepaalde onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld een aandeel, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En je ziet dan meteen dat ik een aantal woorden vet gedrukt heb. Allereerst natuurlijk onderliggende waarde. Je moet definiëren waar het over gaat. We hebben het over aandelen, hebben het over flessen wijn, hebben het over huizen. Waar hebben we het nou precies over? Dus die onderliggende waarde, die moet gedefinieerd zijn. Nou, op een moment, een call-optie geeft het recht om iets te kopen, die onderliggende waarde waar we het over hebben. Bij een call-optie staat ook altijd de prijs gedefinieerd. En bij opties, heel belangrijk, wordt altijd een bepaalde termijn. Ik ga je zo meteen uitleggen wat die termijn dan precies is. Op het moment dat dit een call-optie is, een put-optie, had ik al gezegd, dat heeft precies een tegenovergestelde werking dan de werking van een call-optie. Op het moment dat een call-optie het recht is om een onderliggende waarde te mogen kopen, dan is uiteraard het tegenovergestelde, de put-optie, dat is het recht om die onderliggende waarde te mogen verkopen. Dus we hebben kopen, en hier staat tegenover, even, ik ga een mooie pijl maken, want ik word er steeds handiger in heel dat zoom. Hier staat dus verkopen. Een put-optie is dus het recht om een onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Dus opties, daar hoort altijd bij. Die onderliggende waarde, dus je definieert waar we het over hebben. We hebben het altijd over de prijs, de optiepremie en heel belangrijk, die termijn. Want op het moment dat je een aandeel in een portefeuille hebt, dan is dat eigenlijk, dan ben je levenslang ben je aandeelhouder, totdat jij besluit om dat aandeel te gaan verkopen en dat je die positie sluit. Bij opties is dat per definitie niet zo. Daar hoort altijd een eindigende termijn, dus een houdbaarheidsdatum zit erop. En die houdbaarheidsdatum noemen ze de expiratiedatum. Hè? De expiry date in het Engels, expiratiedatum. Dat is de specifieke dag en of specifieke tijdstip
wanneer die opties aflopen. Dus als je nou bijvoorbeeld ziet staan dat een optie, een call optie of een put optie, een looptijd heeft tot september 2022, dan betekent altijd dat de houdbaarheidsdatum de derde vrijdag van de maand is. De derde vrijdag van september 2020. En idem dito geldt dat voor december 2023. Als je die call of put optie ziet staan, dan is de houdbaarheidsdatum, de expiratiedatum, de derde vrijdag van die maand. We gaan het vandaag hebben over basiswerking van opties. En daarvoor laat ik dit eventjes achterwege. Ondanks dat er daar straks wel een vraag over gesteld werd. Bij optie-expiratie bij Nederlandse aandelenopties is ook net even iets anders dan bij indexopties. Maar in het kader van deze training, zou ik maar even zeggen, wil ik dit verschil even achterwege laten. Goed, als je nou naar een tabelletje kijkt, en ik zit hier in het linkerboven kwadrant. Het kopen van een call-optie, dat betekent dus als jij iets gaat kopen, dan ga jij premie betalen. Dat zie je hier ook aan de linkerkant staan. Als jij die call-optie wil kopen, dan verwerf je dus dat recht om een onderliggende waarde te mogen kopen voor een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Maar dan moet je natuurlijk daar wel een premie voor betalen. En die premie, die betaal jij, ups, steek ik schuin over, even kijken, doet hij dat, hè? Hier naar rechts, naar de schrijver van die call-optie, oftewel de verkoper van die call-optie. De schrijver van die call-optie, die krijgt dus geld. De koper van de call-optie, die betaalt die premie aan de verkoper van die call-optie. Maar dat betekent ook dat hij ook meteen bepaalde verplichtingen aan zijn broek krijgt. Als de koper van de call-optie premie betaalt en meteen bepaalde rechten krijgt, dan is de verkoper van de call-optie, die ontvangt natuurlijk dan die premie van die kopende partij, maar die krijgt dan bepaalde verplichtingen aan zijn broek. En datzelfde geldt uiteraard voor de put-optie. Een call-optie kun je dus eigenlijk gewoon zien als een afspraak tussen twee mensen. Ik ga in eerste instantie een voorbeeld geven die niet beursgerelateerd is. Gewoon over, laat ik zeggen, de reële economie. De economie tussen mensen, tussen jou en mij en dergelijke. Stel eens voor dat je hebt een huis ter waarde van 300.000 euro en dat huis wil je gaan verkopen. Dus jij als verkoper zoekt een bepaalde koper daarvoor. Kom je een partij tegen, je komt een potentiële koper tegen die zegt, ik heb eigenlijk best wel interesse in het huis. En die potentiële koper die heeft natuurlijk geen enkel idee over de toekomstige waardeontwikkeling. Gaat die omhoog, gaat die omlaag, gaat stijgen, gaat het dalen? Er zijn een aantal argumenten te verzinnen dat de huizenprijzen gaan stijgen. Je hebt te maken met een woningtekort, je hebt te maken met een lage rente, ondanks dat die recentelijk aan het stijgen is. Dat zou een aantal redenen kunnen zijn dat de huizenprijzen gaan stijgen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de huizenprijzen gaan dalen. Je hebt te maken met een crisis, of die hebben we gehad, of daar komt er eentje aan. We hebben een coronacrisis gehad, of er komt er nog eentje aan. We hebben maximale werkgelegenheid. Misschien zitten we op een hoogconjunctuur, dat vervolgens dat we naar een laagconjunctuur aan het lopen gaan. Ik ben daar zelf trouwens die mening toegedaan. De krantenberichten die zijn er ook trouwens ook heel duidelijk over. We zitten in stagnerende economie, stagflatie noemen we dat zo mooi. Dus dat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn dat huizenprijzen gaan dalen. Maar dat weet natuurlijk niemand. Dat weet de koper niet en dat weet de verkoper niet. Maar die koper die zegt eigenlijk het volgende. Ik heb pas over een aantal maanden de beschikking over mijn geld. Maar ik wil nu toch met jou als verkoper een afspraak maken. Ik wil met jou de afspraak maken dat ik het huis ga kopen voor 300.000 euro. En dat ik pas op de 19e augustus... Nou, heel toevallig, nou niet helemaal toevallig, hè, is dat de derde vrijdag van de maand. Hè? Je snapt al dat het een klein grapje is. Hè? Ik had elke specifieke datum kunnen noemen. Maar ik heb pas op de 19e augustus heb ik de beschikking over mijn geld. Kunnen we nu een afspraak maken dat je dat huis van mij, aan mij gaat verkopen voor 300.000 euro? Nou, jij als verkoper zegt dan, ja, dat is goed. Maar dat betekent dat ik nu eigenlijk een aantal maanden op mijn handen moet gaan zitten. Misschien stijgen de huizenprijzen nog. Of misschien heb ik een tweede huis gekocht. Of misschien dalen de huizenprijzen. Misschien komt er een andere kopende partij die meer voor mijn huis wil gaan bieden. Als je dat zomaar een afspraak met elkaar gaat maken, dan zal de verkoper dat natuurlijk niet doen. Maar als die kopende partij zegt, je krijgt nu van mij 5.000 euro. En we maken nu deze afspraak. Dat ik tot en met de derde vrijdag van augustus het huis mag kopen van jou voor 300.000 euro, dan zou dat voor de verkopende partij misschien best wel interessant zijn. Want hij krijgt dan 5.000 euro nu. En het idee is natuurlijk dat er dan
dus tot en met de derde vrijdag van augustus, dus tot en met 19 augustus, dat hij daarna ook nog eens een keer 300.000 euro krijgt. Oftewel, hij krijgt 305.000 euro. Deze afspraak, stel nou eens voor dat die koper en verkoper tot deze afspraak komen. En dat we zeggen, hé, dat is in wezen een calloptie. Deze calloptie heeft altijd twee mogelijke uitkomsten. De eerste uitkomst is eigenlijk de meest logische uitkomst. Jij bent de verkoper van het huis. Je wilt het voor 300.000 euro verkopen. Die kopende partij die zegt, hey, over een aantal maanden heb ik pas mijn geld. Ik geef je nu 5.000 euro. En tot en met die derde vrijdag van augustus heb ik het recht om het huis voor 3 ton te kopen. Nou, op een gegeven moment zegt hij, ik heb het geld ontvangen. Want er zat een bepaalde tijdslimiet aan dat hij over een paar maanden pas zijn geld kreeg. Dan belt hij de verkoper op en zegt, hey, ik heb mijn geld gekregen. We kunnen nu naar de notaris gaan en we kunnen de deal rond gaan maken. En per saldo heeft die verkopende partij dan mooi 305.000 euro ontvangen in plaats van 300.000 euro. Maar ik zeg je, er zijn twee mogelijke uitkomsten. Want de tweede uitkomst die is eigenlijk een heel stuk anders. De kopende partij, de koper van deze calloptie, die heeft het recht gekregen om dat huis te mogen kopen. Maar hij heeft niet de verplichting. Hij is niet de verplichting aangegaan om dat huis te kopen. Stel nu eens voor, om wat voor reden dan ook, dat hij van zijn recht geen gebruik gaat maken. Nou, dat kan natuurlijk, hè, want je hebt een recht, maar je hebt geen plicht. Dus hij is niet verplicht om het huis voor 300.000 euro af te nemen. Stel eens voor, om wat voor, dat het geld niet afkomt, of dat er een megacrisis komt, of je bent zelf, die kopende partij is werkloos geraakt, of hij ziet dat de huizenprijzen 20% gedaald zijn. Om wat voor reden ook zegt hij, ik ga binnen die afgesproken termijn, dus tot en met die optie-expiratiedatum, ga ik geen gebruik maken van mijn recht. Dat betekent dus dat die verkopende partij natuurlijk wel die 5.000 euro mag houden, hè, want die is al gestort door die kopende partij. En die verkoper, die zit met zijn huis en die zegt, ik kan er dus nu mee doen en laten wat ik wil. En de kopende partij, ja, die is natuurlijk wel eventjes die 5.000 euro kwijt. Hè. De premie die hij betaald heeft, die is hij natuurlijk kwijt. Ik zet er eventjes een mooi kruis doorheen. Boom, die is hij kwijt. Dus dat is de tweede mogelijke uitkomst van deze calloptie. Als dit verhaal een beetje duidelijk is, nou wil ik in wezen de transitie gaan maken, de overgang gaan maken naar een calloptie, maar dan op de beurs. Stel je eens voor dat we kijken naar het aandeel RD, Koninklijke Olie, en dat de koers van het aandeel 17 euro is. Op het moment dat er nu een calloptie op de borden staat, dan staat er bijvoorbeeld de call RD, Royal Dutch, Koninklijke Olie, met een looptijd van december 2022. En we weten dus nu, dat is altijd de derde vrijdag van de maand. Dat is de derde vrijdag van december 2022. Met een uitoverprijs van 17. Hè, we hebben dus gedefinieerd dat de strijk 17 is. En dat die calloptie 1 euro doet. Nou, dat zou best wel eens een keer een reële optie, calloptie kunnen zijn. En stel nu eens voor dat je deze calloptie wil kopen. Aangezien we altijd met honderdtallen werken, als je deze calloptie wil kopen, betekent het dus dat je 100 euro moet betalen. Als je deze calloptie koopt, dan betaal je 100 euro. En wat krijg je dan eigenlijk? Nou, dat hadden we net ook al gezegd. Je krijgt dus een bepaald recht. Je krijgt het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro en alweer tot en met die derde vrijdag van de maand, dus tot en met de derde vrijdag van december 2022. Ook hiervoor geldt eigenlijk dat er zometeen twee mogelijke uitkomsten komen. Maar ik wil even dit laten zien. Dus de koper die krijgt het recht om 100 aandelen te mogen kopen voor 17 euro. En die verkoper, ja, dat is natuurlijk precies tegenovergestelde. Die ontvangt die 100 euro van die kopende partij en die is de verplichting aangegaan om 100 aandelen Koninklijke Olie te moeten leveren, te moeten verkopen voor 17 euro. En dan wederom tot en met die derde vrijdag van december 2022. Vaak wordt gezegd dat bij opties een zero-sum game, dat dan een zero-sum game is. Dat of de ene gelijk heeft of de andere gelijk heeft. En dat geldt hier in wezen ook. Stel nu eens voor, als we het hebben nog steeds over dat aandeel van 17 euro. Stel nu eens voor dat de koers van Koninklijke Olie lager gaat noteren dan 17 euro. Wat gebeurt er dan eigenlijk met deze calloptie? Die loopt in december zonder waarde af. Want op het moment dat het aandeel bijvoorbeeld 15 euro noteert, of 12 euro, in ieder geval lager dus dan 17 euro, en jij hebt het recht gekregen om met deze calloptie
het 100 aandelen te mogen kopen voor 17 euro. Ja, dan ben je natuurlijk wel gek op het moment dat je gebruik gaat maken van je recht om 100 aandelen voor 17 euro te gaan kopen. Want op de beurs noteren ze dan 15 euro of 12 euro in ieder geval. Dus lager dan die 17 euro. En dat betekent dat deze calloptie zonder waarde is afgelopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het aandeel hoger noteert dan 17 euro. En dan heeft deze optie waarde gekregen. Want jij hebt dan het recht gekregen om 100 aandelen te mogen kopen voor 17 euro. Ze staan hoger, hè, ze noteren bijvoorbeeld 20 euro, ik noem maar even een dwarsstraat. Ja, dan heb je natuurlijk goed gedaan, want jij mag die 100 aandelen kopen voor 17 euro. En dan zit er dus waarde in deze call-optie. Nou, hoe ziet dat dan eigenlijk cijfermatig uit? We gaan eens een voorbeeld nemen dat de koers in december 2022, dat die 20 euro, dat het aandeel dan 20 euro gaat noteren. We hebben het nog steeds over deze call, Koninklijke Olie. We hebben dus het recht gekregen om 100 aandelen te mogen kopen voor 17 euro. En hoe ziet dat dan eigenlijk rendementstechnisch uit? We hebben natuurlijk 100 euro betaald voor deze call-optie. En deze call-optie is dan 300 euro waard. Want waarom is die 300 euro waard? Het aandeel staat op 20 euro. Wij hebben het recht gekregen om ze voor 17 euro te mogen kopen. En dat betekent het verschil tussen deze 20 euro en deze 17 euro, dat is die 3 euro. Dus we hebben een call-optie voor 100 euro gekocht. Die optie is nu 300 euro waard. Oftewel, je hebt je geld verdrievoudigd. Je hebt 300% rendement gemaakt. Ik zeg het nog even een keertje. 300, hè, je hebt je geld verdrievoudigd. Je hebt van 1 euro 3 euro gemaakt. Ik zei al in het begin van de presentatie, er zit een hefboomwerking in opties. Je kunt nu eenmaal veel meer geld verdienen met opties vanwege deze hefboomwerking. En dat zie je hier, je hebt je geld verdrievoudigd. Hoe was dat rendement dan eigenlijk op aandelen geweest? Nou, stel eens voor, je koopt 100 aandelen voor 17 euro. Dus je moet initieel 1700 euro neerleggen. Dat is jouw investering. We zeggen hier even in het voorbeeld dat het aandeel 20 euro waard is. Dat betekent dus dat je 300 euro aan waarde hebt verdiend. Je hebt 1700 euro geïnvesteerd. En dat betekent dus dat je een rendement hebt gemaakt van 17,64%. Nou, dit getal laat ik zo meteen nog een paar keer terugkomen. Die 17,64%, die rond ik even af op 18%. Dus met aandelen maak je 18% rendement. En met opties maak je 300% rendement. Dus dat is eigenlijk het grote voordeel van het werken met opties. Is het dan alleen maar feest? Nee hoor, want stel nu eens voor dat het aandeel lager dan 17 euro noteert. Bijvoorbeeld 14 euro. Nou, wij hebben die call-optie gekocht. Hè? We hebben dus het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. Maar ja, hey, op de beurs noteert het aandeel 14 euro. Dus deze call-optie van ons, daar hebben we 1 euro voor betaald. Maar die is nu helemaal niets meer waard geworden. Dus dat betekent ook dat het rendement ook natuurlijk fors is, maar dan negatief. Want die 100 euro die wij betaald hebben, dat is nu 0 euro waard geworden. Oftewel, we hebben een verlies gemaakt van 100%. Ook de winsten zijn potentieel hoog, maar ook de verliezen zijn natuurlijk ook potentieel hoog. Dat hoort bij opties. Hoe was dan het rendement bij aandelen? Nou, we hebben dus gezegd, we hebben 100 aandelen gekocht voor 17 euro. Die dingen zijn nu 14 euro waard. De 100 stuks die we hebben is 1400 euro. Dus we maken een verlies van 300 euro. Als je dat weer deelt op die 1700 euro, hè, dan zit je inderdaad weer op die min 18%, min 17,64%. Dus met aandelen had je ook een verlies gemaakt, maar dat was behoorlijk lager dan het verlies op deze call-optie. Wanneer ga je nu een call-optie kopen? Nou, dat doe jij als jij verwacht dat de onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld dat ene specifieke aandeel, hard in koers gaat stijgen. Daartegenovergesteld, wanneer verkoop je dus een call-optie of wanneer schrijf je een call-optie, dat doe je juist op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld dat ene specifieke aandeel, niet al te hard in koers gaat stijgen. Ik ben eentje te weg. Deze zet ik even terug. Ik heb je zojuist laten zien een voorbeeld over een call-optie, dus eigenlijk een afspraak die je met elkaar maakt in de reële economie, hoe je dat bijvoorbeeld met een huis kan doen. En ik heb je een voorbeeld laten zien hoe je een call-optie inzet op de beurs. Ik ga nu eventjes naar de chatfunctie toe en ik ga eens kijken of er vragen zijn over
dit hoofdstuk, hè, voordat ik naar de poedoptie ga. Even kijken. Hey, Jeroen zegt, wanneer koop je een call en wanneer verkoop je een call? Hey, dat is nou toevallig, Jeroen. Je was me net iets voor, want deze sheet staat er. Hè, dus je verwacht, als jij verwacht dat de onderliggende waarde hard in koers gaat stijgen, dan ga jij een call-optie kopen. In alle andere gevallen is het veel beter om een call-optie te verkopen. Dus ik hoop dat bij deze dan ook mijn vraag, of jouw vraag door mij is beantwoord. Even kijken, ik zie op dit moment even geen andere vragen meer. Als je een vraag hebt, stel die even, dan kan ik ondertussen nog even een slokje water drinken, want ook hier is het best warm. Afgelopen dagen wel iets warmer geweest, maar toch. Stel even je vraag in de chat en anders ga ik zo meteen naar het hoofdstuk. Put opties. Die zet ik alvast neer. Even kijken, Jeroen zegt nog, en wanneer je niet kunt weten welke kant de koers op gaat. Ja, oh, dat is een hele goede, Jeroen. Want ja, ik zal maar even het meest handige antwoord geven. Je weet natuurlijk ook niet welke kant het op gaat. Je weet ook niet of de huizenprijzen gaan stijgen of gaan dalen. Je weet niet of de aandelenkoersen in zijn algemeenheid gaan stijgen of dalen. Je weet niet of dat ene specifieke aandeel, we hebben het hier dan eventjes over Koninklijke Olie, maar daar kun je elk ander aandeel voor invullen, of dat gaat stijgen of dalen. Ik weet wel wat er de afgelopen periode gebeurd is. Dat heb ik je in het voorstukje laten zien. Was het alleen maar een kwestie van dalende koersen. Dus je weet niet welke kant het opgaat. Maar even kijken, ik ga hem toch eventjes terugzetten. Want wanneer je het idee hebt dat het aandeel niet al te hard in koers gaat stijgen, of ook niet al te hard, hè, dus niet al te hard in koers gaat stijgen, dan is het veel meer opportun om een call-optie of een put-optie te gaan verkopen. Zullen we zo meteen ook even op terugkomen. Maar alleen maar in het geval als de koers hard in koers gaat stijgen, dan ga je een call-optie kopen. In alle andere gevallen, dus ook als een aandeel gelijk blijft, ook als een aandeel een klein beetje gaat stijgen, ook als een aandeel een klein beetje gaat dalen, ook als een aandeel flink gaat dalen, dan is het meer opportun om een call-optie te verkopen. Dus in 1 van de 5 gevallen koop je een call, in 4 van de 5 gevallen verkoop je een call. Even kijken, een A van Vliet zegt, wordt van deze sessie een opname gemaakt, heb namelijk de eerste half uur gemist. Ja, zeker, beste A van Vliet. Dit webinar wordt opgenomen en kun je terugkijken op mijnpubbelegger.com. Dan ga je naar het kopje agenda en daar zal Harm zo met een uurtje of anderhalf, twee of drie, zal hij daar deze opname plaatsen. Dus die kun je dan altijd nog even terugkijken op die manier. Nou, dan heb je het eerste half uurtje gemist, dus dan heb je eigenlijk de call-opties gemist. Maar ik kan je wel verblijden, want we gaan het nu over een put-optie hebben. Ik had je in het allereerste gedeelte verteld, maar beste A van Vliet, dan heb jij dat gemist. Maar een call-optie heeft een bepaalde werking en die is precies tegenovergesteld ten opzichte van de werking van een put-optie. Een put-optie geeft het recht om een bepaald aandeel te mogen verkopen. Maar voordat ik naar de beurs ga, ga ik je eerst meenemen weer naar die reële economie. We gaan weer terug naar die eigenaar van het huis. Die heeft dat huis gekocht voor 300.000 euro. En het eerste wat hij gaat doen is zijn brandverzekeraar opbellen en zeggen, beste meneer de verzekeraar, ik heb nu een huis van 3 ton, heb ik gekocht. Ik wil mijn huis gaan laten verzekeren tegen de brand. En die brandverzekeraar die zegt, nou, dat vind ik verder allemaal prima. Ik ga je huis verzekeren. Op het moment dat jij brand krijgt in je huis, dan ga ik je 300.000 euro overmaken, want dat is de brandverzekering die je bij mij gaat afsluiten. De kosten die daarmee samenhangen zijn natuurlijk dan wel, je moet natuurlijk wel premie betalen. Oftewel, je moet 1500 euro per jaar aan premie betalen, de brandverzekeringpremie. Maar dan heb je je huis verzekerd tegen de brand. Nou, dat vind jij op dat moment een redelijke prijs. Dus jij gaat die 1500 euro betaal jij netjes naar de brandverzekeraar. En je weet één ding zeker, je bezit is verzekerd tegen de brand. Even kijken, doet hij het? Hij doet het. Ik had je verteld bij de call-optie dat er 2 mogelijke uitkomsten zijn. En dat is bij de put-optie natuurlijk ook. Stel nu eens voor, eigenlijk worst case scenario, dat jij hebt die put-optie gekocht, je hebt de verzekering gekocht en er breekt daadwerkelijk brand uit. Nou, dat is heel vervelend en dat is allemaal heel lastig. Maar uiteindelijk ga je de brandverzekeraar bellen en zeg, goh, ik heb eigenlijk een heel vervelend iets. Ik heb een brand gehad in mijn huis
Mijn huis is afgebrand. Dat was 300.000 euro waard. En ja, er is brand geweest. Dus ik ga nu mijn verzekering inroepen. En die verzekeraar moet jou dus 300.000 euro gaan betalen. En dat doet hij uiteraard ook, want dat heb je met elkaar afgesproken. Wat ontvang jij dan daadwerkelijk? Je hebt natuurlijk 1500 euro betaald, dat is deze. Dat is de premie, de optiepremie, de brandverzekeringpremie. Die heb jij betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Dus in dat jaar krijg jij 300.000 euro gestort, want je huis is afgebrand. Je hebt 1500 euro betaald, dus dat betekent dat je, even kijken of je het goed doet, 298.500 euro krijgt aan nettovergoeding vanuit de brandverzekeraar. Dus je krijgt 3 ton, je hebt 1500 euro betaald, het verschil 298,5 ontvang jij. De verkoper van de put-optie, oftewel de verzekeringsmaatschappij, is dus verplicht om die 3 ton naar je over te maken. En die maakt dus een heel fors verlies. Want hij krijgt 1500 euro van jou als premiebetaler, maar hij moet jou wel 300.000 euro betalen. Oftewel, hij maakt een verlies van 298.500 euro. Maar ik had je verteld, er zijn 2 mogelijke uitkomsten. Want de tweede mogelijke uitkomst is dat je van 1 januari tot en met 31 december helemaal geen brand krijgt in je huis. Je hebt dan wel natuurlijk die premie betaald. Je hebt die 1500 euro premie betaald. Je gaat de brandverzekeraar niet bellen. Dat hoef je ook niet, want er is geen brand geweest. Hij hoeft toch geen 300.000 euro naar je over te maken. En wat heb je dan eigenlijk gedaan? Je hebt ervoor gezorgd dat je een hele goede nachtrust gecreëerd hebt. Want je weet 1 ding zeker. Op het moment dat je brand zou gaan krijgen, dan is dat goed verzekerd. Als er geen brand uitbreekt, nou, dan heb je de premie betaald. Maar dan weet je dat je bezit is verzekerd. De verkoper van de put-optie, dus de brandverzekeraar, die heeft 1500 euro van jou ontvangen. En ja, die heeft in dat jaar geen belletje van jou gekregen. Dus die hoeft ook geen 300.000 euro aan jou over te maken. En die mag natuurlijk dan gewoon die premie die jij betaald hebt, mag hij gewoon ontvangen. Dat is een voorbeeld van een put-optie in de reële economie. En nu gaan we dit vertalen naar de beurs. Ik ga weer terug naar het aandeel. Koninklijke Olie. De koers is nog steeds voor het gemak even 17 euro. Maar we gaan het dus nu niet hebben over de call-optie, maar we gaan het hebben over de put-optie. Daar staat bijvoorbeeld een put Koninklijke Olie december 2022 met een uitoefenprijs, een strike op een serie van 17 en dan met een premie van 1 euro, oftewel 100 euro. We weten dat dit de derde vrijdag van de maand is. Hè? Altijd de optie-expiratiedatum, de houdbaarheidsdatum van de opties. Dit is de strike, 17 euro, en we werken met honderdtallen. Dus deze 1 euro is 100 euro waard. Stel nu eens voor dat je deze put-optie wil gaan kopen. Wat koop je dan eigenlijk precies? Nou, je koopt het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen. Ik zal dat eventjes ook markeren. Ik zal het nog een keer zeggen. Je koopt het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen voor 17 euro. En dan wederom tot en met de derde vrijdag van december 2022. Dus oftewel tot en met de optie-expiratiedatum. Je kunt deze put-optie ook verkopen. En wat gebeurt er dan eigenlijk dan? Nou, op het moment dat jij die put-optie verkoopt, dan krijg jij natuurlijk die 100 euro gestort. Dat hadden we ook gezegd, hè? Als de koper van de put-optie 100 euro betaalt, dan ontvangt de verkoper van de put-optie uiteraard die 100 euro. Dus jij ontvangt die 100 euro, maar daarmee ga je ook een bepaalde verplichting aan. Jij gaat de verplichting aan om 100 aandelen Koninklijke Olie te moeten verkopen voor 17 euro. En dan wederom tot en met de derde vrijdag van de maand. Dan gaan we eens kijken naar wat er mogelijk zou kunnen zijn aan mogelijke uitkomsten. Stel nu eens voor dat het aandeel Koninklijke Olie lager gaat noteren dan 17 euro. De koers is op dit moment 17 euro. Even kijken, doet hij nog? Ja, de koers is op dit moment 17 euro. En stel voor dat we richting december 2022 dat het aandeel lager gaat noteren dan 17 euro. En jij hebt het recht gekregen, jij hebt deze put-optie gekocht, dus jij hebt het recht gekregen om het aandeel te mogen verkopen voor die 17 euro. Oftewel, deze put-optie, die heeft waarde gekregen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het aandeel niet lager gaat noteren dan 17 euro. Dat het of exact gelijk is aan 17 euro, of dat het aandeel zelfs hoger gaat noteren dan 17 euro. En deze gekochte optie, deze gekochte put-optie, loopt dan in december zonder waarde af. Even een cijfermatig voorbeeld. Sorry.
17 december is de derde vrijdag van de maand. Stel nu eens voor dat het aandeel Koninklijke Olie 14 euro noteert op die derde vrijdag van de maand. Wij hebben deze putoptie gekocht. Oftewel, wij hebben het recht gekregen om deze 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen voor 17 euro. De koers is op dit moment, of ja, dan op de derde vrijdag van de maand dan uiteraard, is op dat moment 14 euro. En dat betekent dus dat we het goed gedaan hebben. Want we hebben een rendement gemaakt van 300%. Sterker nog, we hebben dus weer die 100 euro geïnvesteerd. Dat is deze 100 euro. Die putoptie is op dit moment dan 3 euro waard. Dus 300 euro gemaakt. Dus je hebt van 1 euro weer 3 euro gemaakt. Ofwel, je hebt je geld weer verdrievoudigd. Je kunt dus ook geld verdienen met opties. Ook als de beurs, of in ieder geval dit aandeel, van 17 euro naar 14 euro gaat. Hoe ziet het rendement bij aandelen er dan uit? Nou, die 100 aandelen gekocht voor 17 euro. De koers is op dit moment jammer genoeg 14 euro. Dus ons bezit is nu 1400 euro waard. We maken dus een verlies van 300 euro op de initiële investering van 1700. Dat betekent weer die min 18% rendement. We hebben met de aandelen dus 18% verlies gemaakt. Maar door het met die put-optie hebben we natuurlijk een mega goed rendement gemaakt. Kan natuurlijk ook zo zijn, want we hebben, net was het voorbeeld, Koninklijke Olie staat op 14, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het aandeel op die derde vrijdag van de maand gelijk staat aan 17 euro of zelfs hoger gaat noteren dan 17 euro. Stel nu eens voor dat we een rekenkundig voorbeeld nemen dat het aandeel 20 euro gaat noteren. Wij hebben het recht gekregen met deze put-optie om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen voor 17 euro. Maar ja, het aandeel staat op 20 euro. Dus deze put-optie heeft voor ons dus nu geen waarde meer. Die loopt zonder waarde af. Wat is dan het rendement op die put-optie? Nou, we hebben het dus inderdaad voor 100 euro gekocht. We hebben net gezegd, hij heeft geen waarde meer. Dat is dus nul. En dat betekent dus dat we een verlies maken, dat we 100% verlies maken. Onze volledige inleg zijn we kwijtgeraakt. En hoe is het dan met de aandelen gegaan? Nou, precies het tegenovergestelde. Hè? We hebben op 17 euro die aandelen destijds gekocht. We zeggen nu dat het aandeel 20 euro waard is. Oftewel, hè, we hebben dan 2000 euro aan waarde in de portefeuille staan. We maken dus een winst van 300 euro. En dan kom je weer uit op die 18% rendement die je maakt met aandelen. Je koopt nu voor 17, aandelen staan op 20. Dan heb je 18% rendement gemaakt. Ik heb aan het begin van de presentatie gezegd, je kunt opties offensief gebruiken, maar je kunt opties ook defensief gebruiken. Stel nu eens voor dat je 100 aandelen Koninklijke Olie in portefeuille hebt. Die dingen zijn 17 euro waard. En je zegt, weet je wat, ik koop daar een put-optie bij die mij de verzekering geeft dat ik de aandelen altijd voor 17 euro kan verkopen. En daar betaal ik op dit moment 1 euro voor. Dus de verzekering, die kost mij 100 euro voor een heel jaar, of in ieder geval tot en met de derde vrijdag van december. En dan weet ik zeker dat ik mijn aandelen altijd voor 17 euro mag verkopen. En stel nu eens voor dat op de derde vrijdag van december het aandeel hoger staat dan 20 euro, dus bijvoorbeeld op 20 euro. Wat is dan de winst en het verlies dat ik gemaakt heb? De winst die ik gemaakt heb, laat ik even met het positieve beginnen. De winst die ik gemaakt heb, ik heb 100 aandelen Koninklijke Olie in de portefeuille, heb ik 17 voor betaald, sta nu op 20. Oftewel, ik heb 300 euro aan waardestijging ontvangen. De put-optie, die verzekering die ik gekocht heb, vergelijk het maar eventjes met de brandverzekering van mijn huis, die is niets meer waard, want het aandeel is niet lager gegaan dan die 17 euro. Oftewel, het huis is niet afgebrand. Oftewel, je hoeft de brandverzekeringmaatschappij niet te bellen. Deze verzekering, die ben ik natuurlijk kwijt, hè, de premie daarvan. En wat is dan per saldo het resultaat? Je hebt 300 euro verdiend op je aandelen. Je hebt je aandelenbezit verzekerd voor 100 euro. Dus ja, die moet je er uiteraard van aftrekken. Dus uiteindelijk heb je 200 euro winst gemaakt. En dat heb je dus met een verzekering gedaan. Dat je zeker weet dat het aandeel altijd voor 17 euro kan verkopen. Ook als het aandeel bijvoorbeeld op 10 euro staat of bijvoorbeeld op 0 euro staat. Jij mag ze altijd verkopen voor 17 euro. Dus hier zie je dus eigenlijk dat je ook opties defensief kan inzetten. Die heel veel mensen vergeten
van opties. En dat vind ik eigenlijk ook een hele mooie variant of een hele mooie kant van het beleggingsinstrument opties. Wanneer ga je dus een put-optie kopen? Even wachten, ik ga deze vraag niet beantwoorden, want ik zou graag willen deze vraag in de chat willen zetten. Wanneer ga je een put-optie kopen? Geef ik even twee antwoorden. Doe je dat op het moment dat je verwacht dat aandelen hard omhoog gaan? Dan schrijf even in de chat omhoog. Of doe je dat op het moment dat je verwacht dat aandelen hard omlaag gaan? Dus wil je in de chat even plaatsen, ofwel omhoog, ofwel omlaag. En dan hoop ik dat de meeste mensen het goede antwoord geven. Even kijken. Ik zie dat Jeroen nog even iets tussendoor vraagt. Premie was 1 euro. Als je het recht gebruikt om 17 euro te verkopen, moet je dan niet met een premie rekenen? Je komt eigenlijk uit... Ja, je hebt het over de winst, Jeroen. Hè? Als je van 100 naar 300 euro gaat, maak je 200 euro winst. Ik heb het over het rendement, zoals ik bereken. Hè? Je gaat van 1 euro, maak je 3 euro. En dat betekent dus, hè, dat je je geld verdrievoudigd hebt. Eens even kijken. Leuk. Er komen nu een aantal antwoorden binnen. Erik zegt, de koers daalt hard. Stefan zegt, als de koers omlaag gaat. Erik zegt, dalen. Rob zegt, omlaag. Nou, een groot applaus voor jullie zelf. Hartstikke goed, want dat is inderdaad het geval. Super. Even kijken, zet die chat weer even weg, want anders zit hij in mijn beeld. Nou, dat betekent dus dat jullie heel goed oplet hebben of de kennis al vanzelf hadden. Je koopt een put-optie op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde inderdaad hard in koers gaat dalen. Ja, nog even, hè, dus als je een klein beetje in koers daalt, dan is het niet zo interessant om een put-optie te kopen. Je koopt een put-optie op het moment dat jij verwacht dat de koers hard in koers gaat dalen. Ik heb niet voor niets het woordje hard hier ook, ook vet gedrukt, maar ook met kapitalen geschreven. En daartegenover stelt, wanneer verkoop je dus, wanneer schrijf je dus een put-optie? Dat doe jij op het moment dat je verwacht dat die onderliggende waarde niet al te hard in koers gaat dalen. Dus jullie hebben goed opgelet. Call-optie werkt op deze manier. Put-optie werkt op deze manier. Heel goed. Even nog een vraag. Ga je nou op basis van deze informatie ook opties inzetten in je beleggingsportefeuille? Als het antwoord ja is, en dan misschien dat je dat ook in de chat even wil aangeven, dan heb ik ook een 3-stappenplan voor je. Ga je sowieso wat verder verdiepen in de werking van opties. Nu heb je een soort, in een vogelvlucht, binnen 3 kwartiertjes een overview gehad van de werking van call- en put-opties. Maar om dat echt jezelf eigen te maken, is wel heel belangrijk op het moment dat je dat, voordat je de stap zet om daadwerkelijk ook in opties te gaan handelen. Er is ook een tussenweg mogelijk, want heel veel mensen hebben een account bij Maxim. En je hebt daar ook de mogelijkheid om een paper trade account te openen. Dat betekent eigenlijk zoveel dat je een demo account krijgt. Ja, ik noem het eigenlijk altijd een monopoliegeld. Je krijgt 1 miljoen euro of 1 miljoen dollar, mag ik even kwijt zijn. Krijg jij van Maxim. Ja, natuurlijk niet in het echt, dat begrijp je zelf ook wel. Maar je krijgt 1 miljoen dollar of 1 miljoen euro om daar fictief mee te handelen. En op het moment dat je nog niet zo heel erg eigen bent in mijn wereldje, in de optiewereld, dan is het misschien goed om eerst een aantal transacties in het PaperTrade account te doen, want daar kun je doen en laten wat je wil. En ook als je 1 miljoen euro helemaal weggetreden hebt, krijg je weer een miljoen euro van Maxim. En met dat monopoliegeld kun je dus jezelf eigenlijk opleiden om allerlei transacties te doen. Nou, ik zie dat een aantal mensen hier ook in de chat aanwezig zijn en bij de participants aanwezig zijn, die mij volgen bij tradersvergelijken.nl. Traders Vergelijken is een website waar een aantal mensen met hun systemen staan. Ik sta daar zelf ook in met mijn 3 systemen en mijn challenge. Daar zal ik zo meteen nog even kort iets over zeggen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Op het moment dat ik een transactie verricht, krijg je daar ook bericht van. En dan druk je op een knop en dat betekent dat exact dezelfde transactie die ik verricht, die wordt ook voor jou verricht. Je hoeft dus eigenlijk helemaal geen verstand te hebben van opties, maar je verricht exact dezelfde transactie als ik en je maakt dus ook exact hetzelfde rendement als ik. Maar op het moment dat dat iets interessant is, hè, dan hoef je alleen maar op een knop te drukken. En dan maak je dus in wezen gebruik van de 25 jaar ervaring die ik heb. Ik ga hier even snel doorheen, want ik zie dat we een klein beetje richting het einde gaan. Wat doe ik dus eigenlijk? Hè? Ik had je al verteld, ik neem een short strangle in op de AX-index. En dat doe ik met 3 verschillende systemen. Die heten eigenlijk alle 3 hetzelfde, zou je zeggen. Maar er is 1 groot verschil. Ik neem ofwel korte termijn posities in,
of de beleggingshorizon pak ik op lange termijn, of die short-strategie, die ga ik voor op de extra lange termijn inzetten. Met traders vergelijken, wat ik zeg, hè, je kunt de transacties dan exact één op één volgen. Dat kost je €25 XB2 per maand. En dat doe je door middel van semi-auto traden. Ofwel bij bij Saxo Bank is het inmiddels. Ofwel bij Maxim. Je kunt dus ook naar de website gaan en daar je inschrijven op de gratis nieuwsbrief. En ja, dan kun je eens kijken naar alle mensen die daar met hun systemen staan. De meeste mensen kennen ook Jan-Robert Schutte wel. De meeste mensen kennen Harry Klip wel. De meeste mensen kennen Ronald de Zoeter wel. De meeste mensen kennen Raoul Suurmeijer wel. En die zijn allemaal verbonden ook bij traders vergelijken met hun systemen en hun rendement. Aanstaande maandag op 27 juni om 8 uur. Ik geloof dat Claire het ook al zei. Die doet ook mee met mijn 100% rendement optie challenge. Ik ben een uitdaging aangegaan om 100% rendement te maken met opties. Oftewel om je geld te verdubbelen. En als je dus naar deze website gaat, hè, dan kun je daar eens kijken, kun je daarvoor inschrijven. Dan kun je inschrijven ook voor de dienstbrief, hè, dan word je ook uitgenodigd voor die challenge. En de insteek is eigenlijk om ja, het geld te verdubbelen. Hè, dat kan met een vermogen van €2000. Kun je dus meedoen met deze challenge. Misschien kun je met deze QR-code kun je daarop gaan staan met je telefoon of laptop of device in ieder geval. En kom je op die website terecht. Eens even kijken. Ik ga even naar de chat toe. En ga kijken of daar een aantal vragen zijn. Ofwel over de call opties. Ofwel over de put opties. Ofwel over alles wat met, in ieder geval met opties en call en put opties gerelateerd is. Even kijken. Jeroen zegt, ik ben nogal ongeduldig. Oh, dat kan. En te leergierig. Nou, dat kan ook. De paper trade doet exact wat in het echt zou gebeuren. Een optie op een 2-maandse basis, daar leer je pas over 2 maanden iets van. Je hebt nog niet uitgelegd wat een short strangle is. Oh, nou Jeroen, een short strangle had ik in het begin gezegd. Is het verkopen van een call and put optie. Dat was een van de eerste sheets die ik liet zien om wat ik dan exact doe. Een short strangle is het verkopen van een call en het verkopen van een put optie. Maar dat is eigenlijk de strategie die ik hanteer bij mijn 3 optiesystemen. He, dus op het moment dat je hier interesse in hebt, dan zit je en werk ik altijd met een short strangle strategie. Ik verkoop een call optie en ik verkoop een put optie. En ik heb ervoor gekozen om dat op de AX te doen. Bij mijn challenge doe ik het trouwens iets anders. Daar maak ik gebruik van een iron condor strategie. Dat is in wezen een short strangle strategie, maar dan aan 2 kanten een verzekering erbij. Naar boven toe en naar beneden toe. En dat noemen ze dan een iron condor. Maar het is in wezen telkens een combinatie van, van call opties en put opties. Even kijken, Rob zegt, wat is de website van de QR-code? Ik zit in de Zoom-sessie via mijn telefoon. Ja, dan kun je gaan naar tradersvergelijken.nl. Ik zal meteen even typen www.tradersvergelijken.nl. Doe ik dat naar everyone? Ja, volgens mij wel. www.tradersvergelijken.nl. Daar staan inderdaad alle systemen en ook de die challenge, hè, waar je dus voor met een bedrag van €2000 aan mee kan doen. Even kijken. Ik zie dat Stefan ook zegt, gaat de verkoop automatisch bij de expiratiedatum? Nou, het is eigenlijk zo, Stefan, dat op het moment dat je... Dat moet ik even een verschil maken. Ik handel alleen maar op de AEX-index. En op het moment dat je daarop handelt, dan gebeurt dat volledig automatisch. Op het moment dat je met aandelenopties aan de gang gaat, dan kun je ook tussentijds een assignment krijgen. Nou, dat is een situatie die ik altijd wil voorkomen. Maar dus in mijn wereld is het eigenlijk altijd automatisch. Maar in de wereld van mensen die op aandelen aan het beleggen zijn, dan kan het ook zo zijn dat er gedurende de looptijd dat er ook een assignment plaatsvindt. Even kijken. En Erik zegt, gebruik je ook de Trading Navigator? Ja, die gebruik ik in die zin wel, want die heb ik uiteraard van Harm gekregen. Ik zit ook niet voor niets in zijn team. Maar die gebruik ik voor opties niet, want dat komt ook omdat het voor mij niet uitmaakt of die AX omhoog gaat, of omlaag gaat, of zijwaarts beweegt. Mijn insteek bij alle 3 deze systemen is om 1% rendement te maken, onafhankelijk of de beurs nu omhoog gaat, of omlaag gaat, of zijwaarts beweegt. Dus ja, de Trading Navigator is voor mij altijd
een geheugensteuntje, of ja, hoe noem je dat, een hulpje. Maar voor mij maakt het dus niet uit of je in een stijgende beurs of in een dalende beurs zit. Want je moet in elke beurs geld kunnen verdienen. En dat kun je dus met het beleggingsinstrument opties. En daarom ben ik er ook zo enthousiast over. Steven zegt, dank je TJ. Oké, graag gedaan. Even kijken, ik zie dat Erik nog binnenkomt. Die zegt bij een short strengel. Hoop je dat de call en de put optie op nul waard zijn? Je hebt de premie dan al ontvangen. Toch, nou, helemaal goed Erik. Bij een short strengel verkoop ik een call optie. Daar krijg ik geld voor. Ik verkoop een put optie. Daar krijg ik geld voor. Nou, je hoort al meteen waarom ik zo enthousiast ben over deze short strengel strategie. Ik krijg aan twee kanten geld. Dat vind ik altijd lekker om aan twee kanten geld te krijgen. En dan ga ik er inderdaad vanuit, of ik hoop inderdaad, dat die opties op een gegeven moment op nul gaan expireren. Of dat ik ze voortijdig door ga rollen. Dus dat ik bijvoorbeeld 1,50 euro krijg. En dat ik ze voor 60 cent kan sluiten. En dan heb ik per saldo 90 cent of zelfs 90 euro verdiend. En dat is ja, eigenlijk de basis van deze drie systemen. En trouwens ook nog van mijn challenge. Om op die manier gebruik te maken van de bandbreedte die je creëert. Met de short strengel die je in gaat nemen. Even kijken. Lenovo zegt, goedemiddag. Welk instrument gebruik je dan? Als dat niet de trading navigator is. Nou, in wezen kijk ik alleen maar naar optiepremies, beste Lenovo. Trouwens, de vorige keer had je verteld wie je was. En dat je mij ook volgt. Want Lenovo is natuurlijk het merk van je telefoon. Oh ja, Regina. Ja, inderdaad. Ja, hartstikke leuk. Dus ik kijk naar, met name naar optiepremies. Om te bepalen welke strikes ik in moet gaan nemen. En Christophe is er ook bij. Leuk dat je er bent, Christophe. Ik ben heel blij dat ik via Menko de werking van opties heb leren kennen. Ik ben ook tevreden met het korttermijnsysteem. Zeker een aanrader voor beginners met opties. Dank je wel, Menko, voor je goede begeleiding. Nou, en jij dank je wel. Graag gedaan, Christophe. Met heel veel plezier. En ook fijn dat je enthousiast bent en ook dat je je rendement maakt en steeds verder in opties gaat verdiepen. Dat is hartstikke leuk. En Tom zegt, ik ben ook tevreden over de werkwijze van Menko en ben deze maand ingestapt met korte termijn. Ja, klopt inderdaad, Tom. Hartstikke leuk. En korte termijn mag ik je misschien wel vertellen. Ik heb de afgelopen 27 maanden elke maand winst gemaakt. Kun je bijna niet voorstellen. De beurs is nu meestal alleen maar naar beneden toe gegaan. Maar de afgelopen 27 maanden heb ik dus met elke maand met winst afgesloten bij optiebeleggen KT. En we gaan er natuurlijk voor dat de juli optie-expiratie, waar ik overigens de posities al voor ingenomen heb. Ik heb mijn short strengel al ingenomen. Zodat jullie ook mijn 28e winstgevende maand op rij gaat worden. Dus daar gaan we onze best voor doen. En Jeroen zegt, vraag, waarom eigenlijk alleen op de AX-index? Er zijn er toch nog meer. Oh ja, als je dat zo bedoelt. Jeroen, inderdaad, ja, nou ja, AX is lekker dicht bij huis. En de AX is een hele veel getreden index, zo moet ik eigenlijk zeggen. De optiebeurs in Amsterdam, zo moet ik het eigenlijk formuleren, de optiebeurs in Amsterdam, die is heel groot. En dat betekent dat er altijd heel veel vraag en aanbod is. Dus dat betekent dat de spreads, het verschil tussen de bied- en laadkoersen, klein is. Op een hele illiquide markt, illiquide index, dan is het verschil tussen de bied- en laadkoers heel groot. En die moet ik altijd overbruggen, hè, met het verkopen van die call and put opties. Dus ik zoek dan eigenlijk altijd beurzen op waar heel veel vraag en aanbod voor is. Dus dat de spread zo klein mogelijk is. Dat is eigenlijk de reden, Jeroen, dat ik op de AX-index aan het handelen ben. En Erik zegt ook, ik ben blij met Menko en zijn korttermijnsysteem dat ik volg. Nou, superleuk. Erik, dank je wel ook daarvoor. En Stefan zegt, nu ik meedoe met de 100% challenge, heeft de sms-waarde geen toegevoegde waarde meer? Ofwel, ja, zeker wel. Want dat gebeurt allemaal. Ja, ik noem het de sms-service. Maar het is eigenlijk de Telegram-service. Je krijgt dus een Telegram-bericht. Dat is een soort sms'je. Hè. Ik blijf het maar sms'en noemen. Maar officieel is het eigenlijk Telegram. Dus via Telegram krijg je die signalen. Bij alle drie die systemen geldt dat. Maar ook bij de challenge geldt dat. Dat je daar de signalen via dat... Telegram krijgt. Hè. Dus... Zo krijgen ze aangeboden. Even kijken. En Jeroen zegt nou, oké, dus om een goed inkomen te genereren, kun je gewoon meer geld inzetten op die strategie. Jazeker, Jeroen. Hè, want om mee te doen met de challenge, heb je een minimaal kapitaal nodig van 2000 euro. Maar op het moment dat je
zegt, hey, ik wil met 4.000 of met 6.000 of met 10.000 euro meedoen, dan kan dat inderdaad ook. En minder van die risky, jumpy aandelen te handelen. Ja, dat is, nou, dat is ter eigen invulling, Jeroen. Hè, dat kan inderdaad zo. Ik zeg wel eens vaker, ik heb geen enkel aandeel in portefeuille. Ik handel alleen maar in opties. En Galaxy zegt, doe ook al mee met twee systemen en ben er blij mee. Nou, Galaxy, misschien kun je even zeggen welke twee systemen het zijn en of je jezelf kunt onthullen wie je bent, want dan weet ik dat ook. Waarschijnlijk heb je dat de vorige keer ook al misschien gezegd. Regine had het de vorige keer ook al gezegd met het Lenovo. Maar hartstikke fijn dat je ook tevreden bent. Even kijken, ik zie nog een aantal vragen binnenkomen. Erik zegt, is er ook een soort handleiding voor korte termijn Telegram service en de orders daarna? Ja, het leuke is, Erik, dat we hebben een samenwerkingsverband met Dennis Fransen van Traders Vergelijken. En ik zeg eigenlijk altijd, we hebben de taken heel goed verdeeld, want ik doe alle leuke dingen in het leven en Dennis doet alle niet leuke dingen in het leven. En zo hebben wij een perfecte samenwerking gevonden met elkaar. Ik kan me lekker bezighouden met klanten en webinars en het maken van rendement en de traders, de trades te verzorgen. En Dennis doet alle dingen die niet leuk zijn, namelijk administratie, facturen, offertes, koppeling maken met Telegram, dat opvolgen en dat bekijken. Dus op die manier hebben we dat eigenlijk heel erg goed verdeeld. Dus er is geen handleiding, beste Erik, maar Dennis die neemt dat voor zijn rekening. Even kijken, Jeroen zegt, ik snap het, maar geld inzetten is ook een marge apart houden dat je niet kunt gebruiken om rendement mee te maken. Ja, nou goed, Jeroen, eigenlijk is dat niet helemaal waar, want met die 2000 euro ben jij natuurlijk rendement aan het maken. En zo werkt dat inderdaad. En hey, Ruud is eigenlijk de Galaxy korte termijn, ja, of de Galaxy, en je doet inderdaad mee met korte termijn, lange termijn. Super leuk, Ruud, ook dat je aanwezig bent. En Stefan zegt, dankjewel, Mikko, voor de helder uitleg. Ik moet helaas weg nu. Nou, we zijn ongeveer ook richting het einde van 1 uur gekomen. Een paar minuutjes over 1. Ik bedoel, meer geld inzetten, zegt Jeroen. Even kijken, dan ga ik even terug. Je zegt, maar geld inzetten. Ja, meer geld inzetten is ook meer margin apart houden. Ja, klopt inderdaad, Jeroen. He, dus je kunt meedoen met 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 euro of veelvouden van 2.000 euro. Ja, op het moment dat je dus meer geld inzet, hè, dus met meerdere factoren meedoet, zo moet ik het eigenlijk officieel zeggen, hè, dan wordt die margin daar ook voor bepaald. Want de maximale margin per factor dat je meedoet met die challenge is 2000 euro. Eigenlijk nog een stuk lager, hè, maar nou, in het kader van dit webinar voert het iets te ver uit, hè, omdat we natuurlijk maximaal 10 punten verschil op de AX aan risico hebben. Dus de maximale margin is eigenlijk 1000 euro minus de ontvangen premie. Dus we zitten eigenlijk nog lager. Dus met 2000 euro zit je ruim aan de goede kant. Eens even kijken. Ik zie dat er op dit moment even nog geen vragen meer zijn. Mocht het zo zijn dat je nu nog een vraag hebt. Ik zit hier nu toch. Kan ik die vraag mooi beantwoorden? Ik zou het ook leuk vinden als je naar tradersvergelijken.nl gaat. Om daar jezelf in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief. Zo word je aan alle kanten op de hoogte gehouden. Van alle rendementen die gemaakt worden door de verschillende traders. En dat er ook nieuwe traders aan zitten te komen. Dat is ook misschien wel heel erg leuk om straks te vermelden. Even kijken. Edo zegt, moet je ook cash als margin aanhouden voor de challenge? Nee, ja, Edo, met 2000 euro, dat is genoeg. Bij die challenge, aanstaande maandag ga ik dat uitgebreid vertellen. Neem ik dus een optiecombinatie in, de Iron Condor. En dat betekent eigenlijk dat ik een 10 punten verschil op de AX als margin hebt, dus 1000 euro. Daarvoor zeg ik eigenlijk ook dat als je met 2000 euro reserveert, dat je dan genoeg hebt om aan die challenge mee te doen. Het maximale margin, de maximale margin wordt dan berekend op 1000 euro. Even kijken, ik denk dat ik het zo doe, dat ik jullie allemaal ga bedanken, aangezien er op dit moment geen vragen meer zijn of binnenkomen. Ik ga jullie bedanken voor de leuke vragen en de interactie die jullie ook via de chat hebben gedaan. Ik hoop dat je een klein beetje inspiratie opgedaan hebt. Dat je zegt, hey, opties kunnen ook in mijn portefeuille echt wel een waardevolle toegevoegde waarde gaan betekenen. Ik zie hier ook al een aantal bedankjes binnenkomen. Hartstikke leuk.
Christophe zeggen, hartelijk dank. Mingo, fijn weekend aan iedereen. Jazeker, jij ook Christophe. Dankjewel ook voor je positieve bijdrage en je aanwezigheid. Erik zegt, nee, het is maandag om 8 uur. Dus om 8 uur 's avonds. Meld je eventjes aan of stuur me even een mailtje, Erik. Daar zal ik ook nog even zetten waar je me op kan bereiken. Aanmelden. Kun je dat meteen doen. Beleggen.nl. Schrijven we dat goed? Ja. Naar optie beleggen. Dan kan ik je de uitnodiging sturen. Of je kunt je even aanmelden bij Traders Vergelijken. Dan die middels er geloof ik al uit. Daar hebben zich ook al redelijk wat mensen voor aangemeld. En dan kun je meedoen met die challenge. In ieder geval dat om te kijken of dat ook interessant is voor jou. Goed. Ik denk dat alles zo'n beetje in vogelvlucht wel een... even kijken. Ja, bij beleggen.com. Ja, kan ook. Ik moet afscheid nemen, zegt Erik. Ja, ook daar is die challenge te zien. Moet je eventjes naar de website zelf gaan. Dus aan alle kanten word je geïnformeerd. En als het goed is, als je een Maxim rekening hebt, heb je ook van Maxim een mailtje gekregen. Maar zo word je dus aan alle kanten geïnformeerd om aan die challenge mee te kunnen doen als dat voor jou interessant is. Nou, nogmaals, ik ga afscheid nemen. Ik ga jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage. Geniet nog even van het lekkere weer. Het wordt geloof ik net iets minder van het weekend. Maar probeer ook lekker naar buiten te gaan. Geniet van elkaar. En we zien elkaar ongetwijfeld de volgende keer. En dus misschien inderdaad maandagavond om 8 uur. Bedankt allemaal. En tot ziens. Tot de volgende keer. Dag.